ben geboren op Java, Sukabumi, 1922, 7 februari. Echt, hè? Mijn vader was apotheker en die had daar een apotheek. Toen zijn ze verhuisd, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb daar niet lang gewoond, hoor maar. Ik was een paar maanden oud. Toen werd ik weggegeven door moeder aan mijn grootmoeder. Dus ik heb daar niet lang gewoond. Nou, grootmoeder had een zwaar ongeluk gehad met opa. Ze waren met hun studiebeker in het ravijn gestort door de stommiteit van de chauffeur. En grootvader had nog een paar letsels, maar grootmoeder wilde maar niet beter worden. En toen werd ik geboren en toen vroeg ze aan mijn moeder Els, zou ik het kindje mogen zien? En toen, en wij woonden toen aan de andere kant van Java, namelijk in Oost-Java, in Malang. Dus moeder kwam dan met het kindje, dat was ik dan. Toen was, ik weet niet precies, maar het zal wel 4 of 5 maanden oud zijn. En in het ziekenhuis waar grootmoeder lag. En die was verrukt van. En de dokter zag dat ze er zo van opknapte. En, want hij had haar niet veel meer gegeven. Ze was ernstig ziek, ernstig beschadigd, zou ik maar zeggen. En hoofdletsel en ook iets aan de ruggenwervels. En dat ze knapte zich er ook op. En toen zei ze, ach, Elsje, zou je het erg vinden? Laat het kindje even achter. Dan kan ik het knuffelen, kan ik het beter bekijken. En ach, dat zal me zo goed doen. En mama hield erg veel van haar moeder. Zei, alsjeblieft, ik ga naar huis. En dat was ook 1000 kilometer hoor. Van de ene kant naar de andere. Die ging dus weer terug naar haar eigen huis. Naar man en kind. Want Leo was al geboren. Dat is mijn oudste broer. Mijn eerste herinnering. Dat is moeilijk. Dat is toen ik een grootmoeder die opknapte, die uit het ziekenhuis kwam en mij verzorgde. En mijn moeder die heel veel zorg had, ze moest voor de klas staan om les te geven. En om haar vader natuurlijk ook bij te staan. En haar oudste zoon, dat is mijn broer Leo, die had handen vol. En dat... die 2 weken dat ik zou blijven, dat werd 2 maanden, dat werd 2 jaar enzovoorts. En op den duur mocht ik er blijven. Dat kan je niet. Dat kan ik me natuurlijk niet herinneren. Mijn eerste herinneringen zal zijn, als klein kind dacht ik in een beeldschoon jurkje dat oma gemaakt. Oma was zeer smaakvol van, met kleuren en met borduren. Het kleedde mij altijd buitengewoon goed. Ja, ik werd prima verzorgd. En ik denk dat dit was... Een keer dat wij naar de boerderboerder zijn gegaan, dat opa graag wou dat dit. Een paar keer in het jaar moest hij er naartoe. Ik denk het, ik weet niet zeker dat ik op de grond steentjes zat te tellen en naast elkaar zat te zitten. Dat is mijn oudste herinnering. Dus in een vakantieoord. De moeilijkheid was natuurlijk, later op school, dat dat niet altijd gewaardeerd werd. De meester zei dan, dat kan niet, u neemt uw kind mee en... dat is niet goed voor haar ontwikkeling. Dus zei groot al, die ontwikkeling die moet je aan mij overlaten. En grootvader was 2 meter groot, breed, met een helmhoed op, kakiepak en een stok. En iedereen had ontzag voor hem. Dus, dit kind ging mee. Het werd 2 weken, het kon 3 weken worden, het kon ook 2 maanden worden. En dan kwam ik weer op school, was ik natuurlijk hopeloos achter. Oma schaamde zich daar dan voor en dan kreeg ik bijlessen. En zo werd ik dan weer bijgespijkerd dat ik weer over kon gaan. Dat zo is dan mijn kleine, korte jeugd verlopen. IJveren Sporens, heel vroeg stond hij op. En was heel punctueel en ging dan 9 uur de deur uit. Hij had een groot makelaarskantoor. Dus ging om met Aziatische mensen. Chinezen, Arabieren, noem maar op. Het ging om huizen, maar ook laat maar zeggen, om koffie, om suiker, om zulke dingen. Want ik mocht wel eens een keer bij opa op kantoor komen. En dan zag ik allerlei monsters
van koffie. En zo heb ik geleerd dat er Java-koffie was, Robusta, noem nog eens op, bakkoffie. Ik moest het leren ruiken, het verschil ertussen. Dus dat deed ik als kind allemaal van pa. Ik zag erg tegen grootvader op. Ja. Het allerbeste was toen in de tijd, en daar was iedereen het over eens, dat waren de nonnetjes. Daar kwam ik nog op school, in de lagere school, ook mijn nichtje Eta. Eta was 2 jaar jonger, dus die zat een paar klassen lager. En dat was goed onderwijs. Ik werd gehaald en gebracht met de dokkar, een karretje, paard ervoor met een koetsier. En ik mocht dan achter zitten. Er was plaats voor 4 mensen. En dat was dan van een afstand van mijn huis naar die school. En ik werd dan ook gehaald. Ik was gehaald en gebracht. Later, toen ik op de HBS kwam, kreeg ik een fiets.